knopje lijkt. Wethouder Jeanette Kwaadvlieg opende vrijdag de website en daarmee ook meteen de vrijwilligerscentrale van Onderbanken. Geïnteresseerden kunnen via een website kijken in een soort vacaturebank voor vrijwilligers. En die vacatures kunnen ook buiten de gemeentegrenzen liggen. We werken samen eigenlijk in heel Parkstad. Het is niet alleen van vrijwilligerscentrale Landgraaf en Brunsum. We werken samen met vrijwilligerscentrale Parkstad. Daar hebben we ook één grote site. Want er zijn natuurlijk mensen die bijvoorbeeld werken in Heerlen, maar wonen in Onderbanken. En die willen bijvoorbeeld toch hier het vrijwilligerswerk doen. Of juist in Heerlen bij hun buurt vrijwilligerswerk doen. Dus je versterkt elkaar door in een groot gebied vrijwilligerswerk aan te bieden. Een flash, een bidon. Een groot aantal vrijwilligers doet al goed werk bij hun eigen club of vereniging. Toch denkt de centrale ook voor die mensen iets te kunnen betekenen. Nou, misschien is het ook wel eens goed als ze van baantje verwisselen en dat er nieuw bloed ergens in komt. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld met de VUT gaan. Het wordt zeldzaam, maar die heb je nog, die mensen. En er zijn de ouderen van nu, die zijn ook veel gezonder en die vinden het verschrikkelijk om achter de geraniums te gaan zitten. Dus als er een aanbod is en aan vacatures die er al zijn, dan kunnen ze zelf gaan kijken van zit er iets leuks voor mij tussen. En ik zweer u, daar zit altijd eigenlijk wel iets voor iedereen bij. Grote groep inderdaad, die worden vaak al gevraagd, zeker als jij ouder ergens bent. Maar er is bijvoorbeeld ook een grote groep, die heeft niet die contacten, die zijn nergens bij betrokken. En die willen zich ook graag nuttig maken. Of die willen juist een invulling van hun dag hebben. Dus en die mensen, die kun je op deze manier door een stukje na te promoten, door een nieuwsbrief uit te brengen, door de vrijwilligerscentrale in beeld te brengen en de vacatures, kun je die mensen ook bereiken. Een pen. Altijd handig, ja. Nog een vaart. Het bestuur van de speeltuin in Schinveld was er als de kippen bij om de eerste vacature uit te schrijven. Andersom kan ook natuurlijk. Vrijwilligers kunnen hun cv achterlaten bij de centrale. Ja, dat is de bedoeling. En als je dus al je kwaliteiten en je tijdsbesteding en dat soort zaken aangeeft, ja, daar heeft de vrijwilligerscentrale heel veel aan. Want dan kunnen ze zeg maar een soort van match met je gaan maken. Hoe ziet de ideale vrijwilliger eruit? Ja, leuke vraag. Ik denk dat dat is geen ideaal plaatje. Elke vrijwilliger brengt iets anders met zich mee. En de ene doet dat elke dag bij wijze van. En de andere vrijwilliger doet dat één keer in de maand. Dus iedereen brengt iets anders met zich mee. En dus is er ook voor iedereen is er wel een geschikte vrijwilligersplek. Daarvoor is het nu een kijker achter de geraniums die verveelt zich. Waar moet die zich melden? Die moet zich melden. Je kan ten eerste kijken op de website www.vrijwilligerswerkparkstad.nl. Dit is ook alles terug te vinden op de gemeentesite van Onderbanken. Ja, er is een link gemaakt naar Vrijwilligerswerk Parkstad. En er is natuurlijk een telefoonnummer waar je naartoe kan bellen. We hebben geen bemand loket. Dus het is in eerste instantie inderdaad via internet of via de telefoon pakken. Of inderdaad langskomen bij een van de andere centrales in Parkstad. En daar wordt u persoonlijk geholpen. En batterijen.